Ja, ik geloof in de goede en scheppende kracht in ieder van ons. Wat betekent dat? Dat betekent dat voor mij dat iedereen in staat is om die kracht aan te boren. Nu zijn er altijd mensen die zeggen van ja, en psychopaten en zo dan, oké. Okay. Dat is misschien een categorie mensen waarvoor dat dan moeilijker ligt. Maar ik denk dat elke mens in staat is om in zichzelf die bron te vinden en te gebruiken om iets te scheppen, in plaats van om iets kapot te maken. Annemarie Gielen is optimistisch van aard. Maar goed ook. Want als directeur van Pax Christi Vlaanderen strijdt ze te midden van vele brandhaarden voor vrede. Wat houdt haar op de been? En hoe vindt u die bron in uzelf? Dat is eigenlijk gevoelsmatig, ja. Als ik voel dat er iets niet klopt, dan voel ik dat fysiek. Ja. Ja. Dus zoals als je boos wordt of als je ontevreden bent over iets, dat gevoel. En dat gaat niet weg. En ja, ik heb het daar moeilijk mee dat dat niet weggaat. Dus dat is voor mij een signaal, er klopt iets niet. Ah, ja. Dat zet u ook in actie? Ja, want ik kan dat dan niet verdragen. Dat is hetzelfde als ik honger heb of als ik slaap nodig heb. Daar doe je ook iets aan. Mm-hmm. En ja. En soms lukt dat en soms is dat moeilijk. Hè, want soms is datgene waar je onrustig van wordt niet meteen iets waar je een gesprekspartner voor vindt. Maar zelfs de grote dingen als een oorlog in Syrië. Ja, dat hou ik een beetje van mij af. We hebben natuurlijk we hebben wel experten werken bij ons, in onze organisatie. Ik bedoel, u bent niet alleen met de dingen bezig in uw eigen omgeving, maar als directeur van Pax Christi zijn er ook grote wereldwijde maatschappelijke problemen. Ja, natuurlijk, ja. Wel, hetgeen wat aan mij daar nog het meest overeind houdt, zijn de mensen in die conflictgebieden. Dus in Syrië ben ik nog niet geweest, maar in Israël-Palestina ben ik geweest en in Rusland vaak en in Oekraïne. En het zijn die mensen ter plaatse die het niet opgeven, die ondanks destructie en haat en zo rondom hen toch blijven die waardigheid in zichzelf vinden. Die dat doorgeven aan hun kinderen, die de moed vinden en de kracht vinden om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar iets te doen. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. En zij geven ook altijd aan ons dat hetgeen wat wij voor hen doen, ook al is dat maar een druppel op een hete plaat, dat dat voor hen ook belangrijk is. Zelfs vanuit een andere cultuur, met een andere taal. Een ander geloof ook, want ik heb heel veel met Tsjetsjenen gewerkt, dat zijn moslims. Ja, die appreciëren dat nog des te meer, dat er een katholiek is. Die hun volle rechten vecht. Ja, die iets doet voor hen. Omdat er zoveel moslims zijn die niks doen voor hen. Ja. En wat doet u dan met het gevoel dat het toch ook altijd een soort van dweilen met de kraan open blijft? Het ene probleem is opgelost, de dienst ook weer iets nieuws aan, onderdrukking hier, mensenrechtelijke schending daar. Of is er toch nog een soort hoop van, het komt ooit goed? Ja, ik weet niet. Misschien ben ik gewoon optimistisch van aard of zo, of hoopvol van aard. Maar vanaf dat je die hoop niet meer hebt, of het geloof niet hebt dat er verandering is, ja, dan stopt het, denk ik. Dan zou ik ook niet meer werken, denk ik, of zo. Ja, of toch in ieder geval niet voor Pax Christi. Nee. Het is juist omdat je toch ergens energie vindt om bepaalde verontwaardiging om te zetten in iets constructiefs. Ja, en ik denk dat daarin echt het belangrijkste die menselijke relaties is. Dat je weet, je kent, of ik ken mensen ergens in de wereld. Ja, en het feit dat die band er is, ik denk dat dat het belangrijkste is, ja.